Welkom bij de Brexit Chat en deze keer een vraag van Geert. Wat is er eigenlijk gebeurd met Theresa May? Doe even je koffie weg. Vind je het een goede vraag van Geert? Ik vind het een topvraag. Nee, ik vraag het me eigenlijk ook wel af. En daar gaat het om in de Brexit Chat. Duizelt de Brexit je? The B-word, right? Oh, you're gonna bring that up. In de Brexit Chat probeer ik jouw vraag te beantwoorden. Doe dat, kom op. Kom maar op, domme vragen zijn er bijna niet. Ja, Theresa May, populair was ze natuurlijk absoluut niet. Maar ja, nu de Brexit een nog grotere chaos lijkt te worden, zullen sommige Britten misschien wel naar haar terugverlangen. Een paar maanden geleden nog maar eindigde haar premierschap in tranen. With enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Ze heeft zich herpakt en ze zit nu gewoon weer als parlementariër in de groene bankjes in het Lagerhuis. En zo te zien aanschouwt ze het wel met leedvermaak hoe haar opvolger het nu doet. We want to get the deal done. Maar ik kan me voorstellen dat het voor haar ook wel pijnlijk is dat ze nu weer gewoon in die bankjes zit. Ja, maar Theresa May is echt een politicus in hart en nieren. En ze stort zich volledig in haar werk als parlementslid. Dat doet ze ook al 22 jaar. En dus zien we nu ook op Twitter beelden van haar dat ze in haar kiesdistrict de gaten in de weg aan het controleren is. Maar je zou denken dat je er als oud-premier wel wat meer uit zou kunnen slepen, toch? Een goede boekendeal of je kan altijd nog bijbuinen als spreker. Ja, nou ja, dat zal ze op den duur vast ook wel gaan doen. Want ja, ze is door de helft gegaan met haar salaris. Als premier verdiende ze 180.000 euro. Nou, dat verdient ze nu niet meer. Maar ja, ze zal er waarschijnlijk wel wat tijd overheen laten gaan. Haar voorganger, David Cameron, die heeft er 3 jaar over gedaan. Die is deze week met een boek naar buiten gekomen. If you're asking me, do I have regrets? Yes. Am I sorry about the state the country's got into? Yes. Do I feel I have some responsibility for that? Yes. Theresa May houdt in ieder geval voor nu wijselijk haar mond, in de hoop dat het straks niet meer gaat over haar mislukte premierschap, maar over haar grote bijdrage aan de Brexit deal. Die deal die 3 keer mislukt is? Serieus. Tijd? Nou ja, tijd zou zelfs die vergruiste deal van Theresa May een gouden randje kunnen geven. Maar ik beloof niks. Oh ja, deze ook. 20 minuten. Oh. Ben je hier wijzer van geworden? En heb je ook een vraag over Brexit? Mail hem dan naar brexitchat@1vandaag.nl. En ik beantwoord hem in de volgende Brexit Chat.